Welkom, beste mensen. Welkom. En fijn dat u er uh, toch nog een groot aantal uh, bent uit alle windstreken van Nederland zo'n beetje, zag ik. Mijn naam is Paul. Paul van Eijk. Ik uh, ben uw gast hier vandaag, vanmiddag. Ik werk bij de provincie Drenthe. Ik ben hier uh, verantwoordelijk voor de afdeling ruimteontwikkeling, ontwikkeling, Milieu en Natuurbeleid. En ik ben al een heel tijdje actief in provincie Land. En omdat ik al een tijdje in de provincie Land actief ben, uh, ben ik lid van het bestuur van het Stoa, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Alleen dat ben ik nog maar tot volgende week donderdag. Want dan, uh, dan is mijn laatste werkdag in provincie land. Heb ik net gedeeld. Hè? En dan uh, word ik directeur van de Academie uh, Bouwkunde, Architectuur en Civiele Techniek. En de Academie voor Bouwkunst aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Um, maar dat mag de pret niet drukken. Integendeel, ik vind het eigenlijk heel leuk om dit, uh, om dit met u te mogen doen. Um, en nou ja, uh, een prachtige lentedag. Uh, iedereen is er. Uh, wat mij betreft kan het al niet meer misgaan. Um, en daarnet werd mij gevraagd: Ja, Drenthe, provinciehuis, zo ver weg, en wat hebben jullie eigenlijk met water? Nou, eerst maar iets huishoudelijks dan. Uh, we hebben uh, de moed gehad om de afgelopen paar jaar dit prachtige gebouw uh, te verbouwen. Uh, en um, dat wil zeggen dat wij ook met water de rekening hebben gehouden. En het water wat hier op het dak valt, dat wordt op drie punten uh, verzameld. En daar, uh, mocht u in de loop van de middag nog een plas gaan doen of iets anders, dan wordt dat daarmee weggespoeld. Sterker nog, de plas wordt apart ingezameld ook nog eens. We hebben hier het nieuwe plassen toegepast. Dus gescheiden sanitatie als het ware. En uit die plas wordt vervolgens weer nutriënten gehaald ergens anders in Noord-Nederland. Nou, dat is om maar wat te noemen. Maar dent heeft nog veel meer met water, maar misschien komen we daar nog op straks. Nou, u weet wie ik ben. En ik zag u net wel een beetje netwerken, maar... Het gaat te ver om iedereen nu voor te stellen, maar ik vind het wel even leuk om even een impressie te krijgen van wat hier nou uh, precies in de zaal zit. Dus ik zou eigenlijk willen vragen uh, wie, uh, als ik dat, ik stel een vraag en jullie steken een hand op als je dat bevestigend uh, wil beantwoorden. Oké, okay, zullen we dat doen? Uh, daar komt-ie. Wie, uh, wie werken er uh, bij de overheid? Oeps, dat zijn er heel veel. Ja? ja? Uh, wie werken er bij een kennisinstelling? Dat zijn er relatief weinig. En wie werken er bij een uh, commerciële instelling? Dat zijn er. Oké. Okay. En wie werken er bij een provincie? En wie werken er bij een waterschap? Kijk eens, dat zijn er veel. Leuk, leuk. En wie werken er uh, bij een gemeente? Toch nog wel wat. Zijn er ook bestuurders in de zaal? Ook statenleden, kijk eens. Sommigen hebben een dubbelfunctie. Ja, niet precies, daar zit een statenlid die ook bij een hoogheemaatschap werkt. werkt. Oké, okay, nou, dan krijg je een beetje een beeld van uh, wie, we, wie we in de Kuip uh, hebben. Um, wie komen er van buiten Drenthe? Dat vind ik dan wel even leuk om te weten. Joehoe, dat zijn er heel veel. Ja, dat zijn er heel veel. Dat is mooi. Ja, ja. Ja, Oké, okay, dat is mooi. Nou, nogmaals welkom. Uh, uh, na deze opwarmer uh, weten we ongeveer wie we zijn. Um, ik, ik probeer nu de volgende aan te klikken. Hoe doe ik dat? Gewoon op jou mikken. Op jou mikken. Oké. Okay. Het programma voor vanmiddag. Ik moet op hem mikken. Het programma voor vanmiddag uh, als volgt. Um, opening door mij. Ik zal zo nog even het doel aangeven waar we hier bij elkaar zitten. Uh, um, en ik zal u wat vertellen over de Drentse Transfer for Change filosofie. En hoe we daarmee omgaan. Dat doe ik kort. Om vervolgens in een aantal clusters gedurende deze middag met elkaar hier in een soort duo-presentaties in te gaan op verschillende onderwerpen. De betekenis van klimaatonderzoek voor de praktijk. Het tweede onderwerp is klimaatadaptieve inrichting van de wijk. Dan hebben we een break. Energie uit afval, het afval en drinkwater is het derde cluster. En aan het eind halen we het net op. En uiteindelijk, voordat u naar huis gaat, kunt u gewoon een bol uh, meekrijgen. Uh, tenzij u zegt van nou, dit gaat weer heel veel, heel veel tijd duren. Sommigen zijn 2,5 tot 3 uur onderweg om weer thuis te komen. Dus vandaar. Het uh, doel voor vandaag uh, is, wat ons betreft, in ieder geval: uh, we zijn hier bij elkaar als een soort start van uh, uh, de Delta Proof Week. Delta Proef is, uh, uh, is eigenlijk een soort kennisprogramma van, uh, van de STOA. Uh, die uh, hebben het uh, idee pas gevat om deze week te organiseren samen met uh, hun eigen programma of actieprogramma uh, Ruimte en Water en uh, Atelier Blauw, uh, Blauw Groen, als ik het goed heb. Groen-blauw, uh, samen een andere kleur. Uh, uh, die hebben dat gedaan om uh, voor zichzelf het net op te halen, om uh, in beeld te brengen, nou ja goed, als je kennis naar, uh, naar handelingsperspectieven vertaalt uh, en in dit geval in de context van klimaatadaptatie, uh, hoe ver zijn we dan? En uh, wat, wat, wat brengt dat ons? Um, wat leren we van elkaar? Ik zeg altijd: zonder praktijk is er geen theorie. En zonder theorie is er wel praktijk. Uh, wat is er al gedaan? Wat, uh, wat kunnen we daar elders ook nog mee doen? Um, um, en het laatste het doel, en dat, dan ben ik echt heel blij als we vanmiddag um, eigenlijk een aantal succesfactoren kunnen benoemen, kritische succesfactoren, die we mee gaan geven. Volgende week, dan is er een grote bijeenkomst van waterschapsbestuurders. Uh, Succesfactoren die bepalend zijn, uh, uh, waarop de klimaatadaptatie en alles wat we daar met elkaar over aan het doen zijn, uh, dat we die in kaart kunnen brengen. Al zijn het maar een paar die we mee kunnen geven volgende week aan, uh, aan de bestuurders. Um, dat even voor nu. De Crowns of Crown Change filosofie is de filosofie die we hier in Drenthe gebruiken. We hebben een traditie op de, op de diepe ondergrond. En de wijze waarop wij, ik noem maar de NAM of de aardbevingen heel recent, dan weten we wat, wat ik daarmee bedoel. Dat betekent dat traditioneel gezien het, het gebruik van fossiele brandstoffen relatief veel ruimtegebruik vergt onder de grond. En relatief weinig ruimtegebruik boven de grond. En de transitie die we daar uh, voor ogen hebben en waar we met elkaar al een heel tijd aan werken, overigens ook elders in Nederland, maar uh, dit is de filosofie zoals we dat in Trent doen: uh, uh, is dat nou ja, als je die energietransitie en die klimaatadaptatie vorm wil geven, dan zou je relatief veel meer ruimte boven de grond uh, uh, moeten gaan gebruiken en, uh, en op een andere manier met, uh, met die onderwerpen om moeten gaan. En daar je beleid op, op organiseren. Nou, we hebben sinds een jaar of wat, jaren uh, vijf een klimaat- en energiebeleidsprogramma dat ieder jaar wordt geactualiseerd um, en dat uh, klimaat- en energiebeleid dat uh, da de missie daarvan is dat we naar klimaat-inclusieve uh, ruimteontwikkeling willen gaan ik liet u net het eerste plaatje zien uh, uh, dat met dat water dat ik weet niet of u het gezien hebt dat was een um, dat was een pingo uh, Kampsheide heet dat op uh, op het aangebied en um, wat ik daarmee wil zeggen is dat. Uh, wie, wie weet er niet wat een pingo is? Het is nog een aantal, aantal mensen. Uh, een pingoroïne is het eigenlijk. En, en wie, weet het, wie weet wat het wel is eigenlijk? Wie weet wel wat een pingo is? Wie kan het in twee woorden uitleggen? Uh, voor mij is dat een uh, ruimtelijk beeld waarin een aantal uh, monumentale elementen een rol spelen in de totale samenhang. Nou, het is inderdaad waar dat, dat, dat ze ruimtelijk uh, in Drenthe allemaal aanwezig zijn en daardoor bepalend zijn voor wat je nu ziet. Maar pinko's zijn eigenlijk, uh, pinko ruïnes, zijn uh, in de ijstijden bevroren waterlenzen, uh, eigenlijk een bel die bevroren is. Daardoor rond is uitgezet en in een interglacialiteit uh, is ontdooid en een spoor achterlaat in het landschap. En dat zijn vaak ronde vormen. En uh, die die zijn soms gevuld met water. Op het Veld zie je een paar hele mooie liggen. Uh, meestal hebben ze een diameter tussen de 30 en de 300 meter. En in Drenthe hebben we er nou, zo'n kleine 500. Soms zijn ze gevuld met, met grond of wordt er akkerbouw of wat dan ook opgedaan. Of een bos, dan zie je ze niet eens. Maar zoveel zijn er wel. En die zijn, een, vind ik een heel mooi voorbeeld uh, van nou ja, wat, een wat, wat de sporen zijn van klimaatverandering en klimaatlandschappen. Want die zijn natuurlijk niet van de afgelopen paar jaar. Um, nou. Als je naar een klimaatinclusief uh, 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 ruimtelijke ontwikkeling wil, naar landschap wil, zoals je van, maar dan van deze tijd, hebben we in, uh, in, in Drenthe op basis van die Ground for Change filosofie de aanpak zo gedaan dat we zeggen, nou, het moet uh, minder, dat betekent minder gebruik van fossiele brandstoffen, minder uitstoot van CO2, uh, um, een beter gebruik van, de, uh, van het landschap en van de, de gebieden en de potenties die daar uh, geboden worden, en meer betrokkenheid van gebruikers, beheerders en iedereen die daar een rol in speelt. Dat betekent brongericht, gebiedsgericht en actorgericht. Dat betekent de energietransitie via mitigatie, adaptatie en participatie. Dus van inspraak naar beginspraak, laat maar zeggen. Nou, dat, zijn eigenlijk, en dat vind ik het leuke van deze, het programma van vanmiddag. Uh, uh, iemand vroeg mij van tevoren: wat is nou eigenlijk nieuw en wat kan je nou zeggen over wat we aan het doen zijn? Hoe ver zijn we nou met onderzoek en, en de praktijk? Nou, dat is een beetje een, een, een vraag die ik zelf heel lastig vind, want de watertransitie waar ik zelf uh, al jaren mee bezig ben, die is, die is uh, al heel oud in mijn beleving, al zeker twee, drie decennia. Hij uh, heeft prachtige documenten opgeleverd over hoe je anders moet omgaan met integraal en duurzaam waterbeheer in de stad. En oude bekenden in de zaal die, die, die zullen dat beamen. Maar volgens mij zit de crux met name hoe doe je dat in de bestaande gebouwde omgeving. En dan ook nog eens zodanig dat je de combinatie kan maken met, met mitigatie en de processen die daarvoor nodig zijn. En dat is denk ik nou, nog wel een onontgonnen gebied. Um, nou, daar gaan we in de loop van de middag dus verder over praten. En, uh, dit noemen we overigens de MAP-approach. Map, map approach, de benadering integraal. Nou, daar gaan we dus vanmiddag verder over praten. Cluster 1, 2 en 3.